Angst en chaos, beste vrienden, dat is de maatschappij waar we vandaag in leven. Kijk, dat onze samenleving dooreengeschud wordt door corona, dat weet iedereen wel, zelfs het kleinste kind. Maar eerst even over die angst. We worden door media en overheid gevoed met een angstgevoel. Men duwt ons het nieuwe normaal door de keel, willes nillis. En allemaal zogezegd in het belang van onze gezondheid en om het virus te stoppen. Maar mag ik eens vragen wat dat nieuwe normaal is? Bekijk het even zo. We zitten met een niet-democratisch verkozen crisisregering met volmachten die uit ene paniek naar de andere onduidelijke maatregelen geven en ze uitvaardigt. We zitten met beperkingen van onze vrijheden die beboet worden terwijl we met vele moeite hebben om het hoofd financieel boven water te kunnen houden. Wij allemaal, burgers, passen ons gedwee meteen aan, uit angst. En je weet maar niet of je familie of lief besmet is, dus niet samenhokken. Zelfs even gaan zitten in een park mag niet. En de regering denkt voor jullie, want jullie zijn toch een ongehoorzaam, dom, anarchistisch volkje. Dat is zowat de toon. Zijn er mensen die anderen besmetten door domheid? Natuurlijk, in mijn omgeving voel ik me veilig, maar een trip naar de supermarkt of doe het zelfzaak is volgens mij toch meer risicovol. Dus, als je de angst toelaat. Weet je wat mijn angst is? Dat is nu net door een ratatouille van eigenaardige non-beslissingen de staat mani militari greep krijgt over de burger. En ik heb zoveel stupide voorstellen gehoord de laatste weken. Het beste is shoppen volgens Rijksregisternummer. Dat is kers op de taart. Alsof winkels en ondernemingen niet zelf het gezond verstand zouden hebben om de veiligheden te garanderen. En neem nu dat voorbeeld van verbod om met twee op een bankje te gaan zitten in het park. Je kent het wel, in het groen. Wel, dat mag niet. Maar als dat koppel dan de hele nacht samen in bed ligt, is er niets aan de hand. Maar op dat bankje, dat mag niet. Dat is verpoten. Uit de recente cijfers van de OECD blijkt dat de Belg nog steeds kampioen is in het betalen van belastingen. Alleenstaande alleen al een kleine 52%. En wat krijgen wij daarvoor terug? Ben je klaar voor de koude douche? Like it or not. In vergelijking met Duitsland een zeer lage capaciteit van intensieve care bedden. Woonzorgcentra in dit land die verworden tot sterfhuizen. Een lockdown van de economie met als resultaat dat we de hardste economische financiële klap nog zullen krijgen. En er gaan nu al stemmen op om een coronabelasting in te voeren om deze crisis te betalen, omdat de staat sowieso al geen geld had en nu virtuele steun geeft. Ik heb een tip. Misschien gewoonweg wat geld bijdrukken. Hé, dat is pas een idee. Ik breng hen niet op ideeën. Hoe zit het nu met de chaos? Dat dit land, de overheid, beste vrienden, niet voorbereid was, werd pijnlijk duidelijk in de eindeloze saga van de mondmaskers. Nog voor de Mexicaanse griep had ons land een strategische voorraad van 38 miljoen mondmaskers aangelegd, waarvan 6 miljoen hoogbeschermende FFP2-maskers. Maar die stok bleek een paar jaar later vervallen, vernietigd en niet vervangen te zijn. Vooruitziend, vernietigd, niet vervangen. En om dit te verdoezelen werd in het begin van de crisis nog tegen ons gezegd dat mondmaskers niet nodig zijn. En nu moeten we ze verplicht in huis hebben, maar er zijn er niet genoeg. Dus stik ze zelf. Tirez votre plan, beste bevolking. En oh ja, de mondmaskers die nog in dit land aanwezig waren, kregen door diezelfde regering een exporttoestemming naar andere landen die deze aan hun bevolking uitdelen. Monaco als Uber voorbeeld. En wij, de Belgen, zitten zonder mondmaskers. Dat hou je toch niet meer voor mogelijk. Het nieuwe normaal. Ik gruw van dat woordje. Weet je wat dat is? Je moet aanvaarden dat je privacy door de staat gemonitord wordt in het belang van de gezondheid. Ja, dat hebben we nogal gehoord. Voorstellen om apps te installeren die elke beweging monitoren, camera's die je verplaatsing in de gaten houden, strandpasjes, QR-codes bij het binnengaan van zaken. Elk voorstel opent de deur naar totale staatscontrole.
En mijn angst is dat in dit land, waar nooit een revolutie zal uitbreken, nota bene, vanuit een gemakzuchtige houding, na corona de staat heeft geproefd van die totale controle, dat het nieuwe normaal gaat worden. Een staatsgreep op de bevolking, jij en ik, 24/7 op 7 gemonitord, het nieuwe normaal. Dat is wat we gaan krijgen. De Belgische overheid heeft gefaald, heeft de zaken slecht aangepakt en heeft getoond dat we in crisissen niet op hen moeten of kunnen rekenen. Dat ze niet in staat is om deftig te kunnen tellen. Deftige, snelle en duidelijke maatregelen af te kondigen. Na 2 maanden nog niet eens erin slagen om mondmaskers te bestellen en alles doorschuiven naar ondernemers, supermarkten en eigen bevolking. De mooiste Facebook-post was de foto van de federale overheidspersconferentie met het logo van de Muppet Show. 1 grote grap. En dat, beste vrienden, vernietigt het vertrouwen. Er is voor mij geen vertrouwen. Ik heb enkel eye-rolls in reserve voor hen. En als er iets is wat blijft hangen bij mij tijdens deze crisis, dit land heeft geen leiders, geen leiderschap, geen crisismanagers, maar een ratatouille van zwakke, niet door de meerderheid verkozen politici. Zelfs een eenvoudige, duidelijke communicatie of PowerPoint lukt niet. En dan schrikt de wedstrijd dat meer en meer burgers met gezond verstand voert zeggen tegen de beslissingen van de wedstrijd. Eigen schuld, steek hand in eigen boezem. Want door het eigen falen begrijp ik die reactie. Je zou voor minder. Tot zover mijn ongezouten mening in deze coronatijdperken. Ik hou jullie verder op de hoogte van hoe ik denk. Like it or not, graag tot een volgende.